Paulo Henrique tussen de benen van Kottisch. Goede dribbel. Goed schot. En net geen 2-0. Na 40 seconden in de tweede helft. Paulo Henrique. Eerst Kottisch tussen de benen. En dan kapt hij ook Wagenmakers die ingevallen is aan de rust. Paulo Henrique houdt die bal binnen. Laat de actie maken. Schept die bal over de Wagenmakers heen. Zet hem voor de goal. En dan is er weer Honkine die redding moet brengen. Paulo Henrique. Hier komt Farsi. Krijgt nu de bal Farsi. El Rio van Eerde ingevallen. Knalt. Verred nog. En het is toch 3-0. Jawel. Paulo Henrique krijgt een verdiende goal. 4 minuten voor het einde van de wedstrijd. Sint-Truiden moet het hebben van het karakter en dat heeft het in deze wedstrijd te weinig getoond. Kon geen duels winnen en Westerlo moest niet eens op het gaspedaal drukken om deze wedstrijd makkelijk te winnen. Maar deze man, als hij fit blijft, dan gaan we...